Voordat de winterstop begint speelt PEC Zwolle nog 3 belangrijke wedstrijden. 2 in de competitie en 1 in de KNVB-beker. Het wordt dus een interessante week. Te beginnen zaterdagavond tegen Willem II. Ja, het zijn voor ons hele belangrijke wedstrijden. We spelen tegen de concurrenten. En ja, we hebben ook nog een bekerwedstrijd. Dat is altijd mooi. Dus ja, laatste week, maar ja, een hele mooie week. We kunnen nog even wat punten sprokkelen in de competitie. Dat zal wel lekker zijn dat je dan in ieder geval bij de laatste plaatsen weg bent. En we kunnen door in de beker. Dus het komt zeker een belangrijke periode. Hoe is het vertrouwen? Ja, het vertrouwen is natuurlijk minder omdat je veel wedstrijden verliest. Maar we weten wel van onszelf dat we goed kunnen voetballen. En we hebben wat meetings gehad deze week. En ja, daaruit moet toch wel weer positief uitkomen. Dus we moeten morgen gewoon voor de 3 punten gaan. Goed nieuws is dat Younes Mokhtar weer terug is bij de groep. De aanvaller raakte eind oktober geblesseerd, maar kan in de laatste wedstrijden van 2016 nog van waarde zijn. Ik ben bijna helemaal fit, ja. Ik heb natuurlijk 5 weken eruit gelegen, dus dan is het altijd heb je even nodig om weer even aan te haken, conditioneel. Maar ja, ik voel me fit. Kun je morgen ook aansluiten bij de wedstrijdselectie? Het is wel de bedoeling, ja. Ik zal plaats nemen op de bank en ja... En dan kijken we morgen hoe lang dat zal zijn, dat ik zal invallen. Of niet. Kan ook. Voordat je geblesseerd werd, had je een hele goede periode achter de rug. Ging ook beter met PEC Zwolle. Hoe heb je die laatste weken beleefd? Was het moeilijk? Ja, tuurlijk heel moeilijk. Als je ziet dat het team het moeilijk heeft, dan gaat het nog meer aan je knagen. Dat je zelf niet daar wat aan kan doen en wat aan kan veranderen. En, ik ben nu weer fit, dus... Ja, ik zal nu weer mijn steentje willen bijdragen aan het teamresultaat. En dat zou dus kunnen tegen Willem II. De ploeg uit Tilburg staat op de 13e plaats met 2 punten meer dan PEC Zwolle. Ja, het wordt een mooi duel. Ik denk dat er heel veel strijd in te zien zal zijn. Misschien niet altijd even mooi. Maar dat is ook in deze fase niet het belangrijkste. Het is belangrijk dat je wint en hoe je dat doet, dat doet er nu even niet toe. We moeten dingen doen waar we goed in zijn. En als we andere dingen gaan doen waar we minder goed in zijn, dan kunnen we het lastig krijgen. Dus als we er gewoon vanuit gaan dat we de dingen doen die we moeten doen. En dan ben ik van overtuigd dat wij 3 punten pakken. Wat verwacht je van Willem II? Ja, een stugge ploeg. Volgens mij hebben ze niet heel veel doelpunten tegen. Scoren ook niet heel makkelijk. Dus het zal een... ik denk dat het lastig zal worden. Ik denk dat ze wat inzakken. En dan moeten wij proberen doorheen te voetballen. Ja, tuurlijk moeten wij winnen. We spelen thuis tegen Willem II. En wij moeten gewoon hier de 3 punten pakken. Dat lijkt me duidelijk.